Mijn naam is Ronald Hunold. Ik ben 23 jaar. Ik ben een netwerkbeheerder bij een groot transportbedrijf. Nou, als netwerkbeheerder werk je voornamelijk achter de schermen. Je lost problemen op, je neemt problemen aan. Je kan onderhoud geven aan een bepaalde server. Je kan oplossen van problemen met een bepaald programma. De belangrijkste methode die wij gebruiken is beheer op afstand. Dus wij kunnen op afstand kunnen wij een machine overnemen. Maar het kan ook zijn dat wij ter plaatse naar toe moeten komen. Ik hoorde dat je wat problemen had. Ja, ik heb een computer die doet het niet meer. Ik heb niveau 4 opleiding netwerkbeheerder gedaan. Ik heb hier een half jaar stage gelopen en daarna is mij een vast contract aangeboden en ben ik hier gaan werken. Ronald, zou jij die ene harde schijf kunnen plaatsen in die fileserver waar we vanochtend een probleem mee hadden? Ja, en, daarna controleer ik hem even en zal ik wel even dingen configureren en dan kunnen we hem weer gewoon gebruiken. Dat is goed. Ja. Nou, het leuke van dit werk is dat er heel veel variatie in zit. Bijvoorbeeld als er een server vast is gelopen op een buitenlocatie van ons, dan zullen wij daar ter plaatse naartoe moeten om dat probleem te lossen. Het kan zijn een server die is vastgelopen dat je die zelf handmatig moet resetten. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er een modem is vastgelopen dat je die zelf handmatig moet herstarten. Met Ronald, en wat is uw probleem exact? Mijn werktijden zijn hier van 8:30 tot ongeveer 17:00. Nou, het kan variëren dat het wat korter duurt of wat langer duurt. Dat hangt eraf van een bepaald probleem of project dat je mee bezig bent. En als er een bepaald probleem optreedt wat echt opgelost moet worden, dan kunnen wij eventueel thuis door middel van een internetconnectie hier op het werk de server benaderen en dan kunnen wij gewoon thuis werken. Het belangrijkste eigenschap dat je moet hebben hier is dat je heel collegiaal bent. Dat je gewoon goed met elkaar kan omgaan. Ik vind het zelf geen saai werk, nee. De uitdaging wat ik hier vind, het belangrijkste is dat je hier gewoon je kennis kan verbreden en het gevoel kan hebben dat je hier iets gewoon betekent. Het leukste daarvan is als je een heel groot probleem oplost wat een hele grote impact heeft voor het bedrijf en jij kan dat zo direct oplossen, dan geeft dat je wel een goed gevoel.